gistenrekenmachine, hè? Afgekort GR. Dus in het vervolg, als je GR ziet staan, is de grafische rekenmachine. Dat grote apparaat wat je nu dus in je handen hebt. Een GR. Je hebt er al misschien een beetje mee gerekend, maar vandaag gaan we grafieken ermee tekenen. Snijpunten uitrekenen, minimum en maximum uitrekenen. Ja, dus dat kan dat ding allemaal voor je doen. Nou, we gaan invoeren bij... Nee, we hebben als eerste de functie fx is x kwadraat min 4 had ik verzonnen. Dat moet je in gaan voeren. Nou, waar gaan we dat doen? Linksbovenin zit een knopje met y is. Je moet gelijk meetikken, hè? Linksbovenin zit een knopje met y is. Als je daarop tik, dan zie je I1, I2, I3, I4. Wie heeft dat niet in beeld? Oké, dat is bij iedereen gelukt. Fijn. Dan ga je deze invoeren. En de x, die zit naast het groene knopje. He, daar staat een x, een t enzovoort. En als je daarop klik, bij dat groene knopje daarnaast, dan krijg je de x in beeld. Mee eens? Ja? Wie vindt hem niet? Gelukkig. Kwadraat, dat is een makkelijke, want die staat schuin boven de 7. Links schuin boven de 7. Als je daarop drukt, komt er gelijk een kwadraatje. Ja? Als het volgende keer een drietje is, die staat er helaas niet op, heb je dat dakje. Dat staat boven de gedeeld doorteken. Ja, dus bij tot de macht 3 of tot de macht 4 heb je een dakje nodig. Maar dat hebben we nu niet. En dan is het nog min 4. En het is gewoon de min van eraf halen. Want we hebben ook dit minnetje, hè. Maar dat is de min van een negatief getal. Die gebruiken we hier alleen helemaal op het begin. Verder nooit. Oké. Okay. Dan gaan we, als we hem in hebben gevoerd, naar window. En die zit naast I is. Dus het tweede knopje van linksboven. Hebben we die? Daar staat x min bovenaan. Iedereen heeft hem? Oké. Okay. Wat betekent nou x min? Oké, okay, wacht ik eventjes. Ja, hij doet helemaal raar. Doet hij raar? Nee, 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 dat is het ben. En dan kom ik even naar je toe. Ja, oké. Okay. X min, daar vul je min 10 in. X max, daar vul je 10 in. En dan staat er S, nee, XSCL, hè? XSCL. Luister goed. X min, dat betekent de linkerkant van de x-as begint bij min 10. X max is 10. Dan loopt de rechterkant van de x-as tot 10. Dus de x-as, oh, dat komt minnen. Van min, nou, is het. Van min 10 naar 10 loopt je x-as. En elk streepje stelt een stapje van 2 voor. Hoi, ga snel zitten. Achter de camera langs. Ja. En pak je rekenmachine er snel bij. Wat is er? Ja, wat is er? Ik zet 2, maar bij staat x wel 1. Ja, daar kan je zelf een 2 van maken. Dit is zo'n minnetje van een negatieve min. Dus de min die tussen haakjes staat. Ja, zo'n min die tussen haakjes staat. Dus de x-as loopt van min 10 naar 10. Wat is er? Lorenzo hiernaast heeft in plaats van window venster. Ja, dat is de Nederlandse versie. Ah, okay. Maar dat maakt niet uit, hè. Nee. Daaronder staat hetzelfde voor de y-as. Dus y... min, laten we die ook lopen van min 10 naar 10. I max en I SCL is ook 2. Waar staat die XSCL voor? Dat is je stapgrootte, dus elk streepje stelt zo meteen een stap van 2 voor. Dus wij gaan van min 10 naar min 8, min 6, ja? Yeah. Oké. Okay. Minna is heel druk aan het tikken. Die krijgt gelijk even uitleg. Heb je hem? Ben je bij? Ja, ik heb niet echt een idee
Dit is de functie. En helemaal linksbovenin staat I is. Daar kan je deze functie invoeren bij I1. Die heb je al ingevoerd? Ja. Oké, ja, de X staat naast het groene knopje. Ja, ja. Ja? Dan heb je daarnaast, dus naast I is, het tweede knopje, heb je window. Ja. Ja, dan kan je dit invoeren. Okay. Dit betekent dat de X-as loopt van min 10 naar 10, met stappen van 2. En de I-as loopt van min 10 naar 10, ook met stapjes van 2. Ja? Vertel. Nou, als ik naar de volgende wil gaan, dan krijg ik error. Als je naar de volgende wil gaan? Oh, je plot staat aan, kom maar. Limo is uit. Laten we deze eventjes weghalen. En nou even invoeren. Ja? Oké. Als we dit hebben, gaan we naar grafiek. En grafiek is helemaal rechtsbovenin. Het knopje helemaal rechtsbovenin. Grafiek. Wat heb jij raar, man? Ja, maar je moet tenminste van min gebruiken en niet van eraf halen. Nee, ik heb het niet aan. Oh, ga lekker. Ja. Je moet deze min, dames en heren, is de negatieve min. Dat is die van die min tussen haakjes. Ik denk dat daar het probleem zit. Nou, dat is mooi meegenomen dan. Als het goed is, ik kom zo bij je langs. Als het goed is, ziet je grafiek er zo uit. Wat heb je hier allemaal in staan? Ja, dan heb je hier wat in zitten, Tik, of niet? Staan hier voor niks allemaal getallen, hè? Ja, die broers, geef die broers maar weer de schuld. Window, ja, die is gewoon min 10 naar 10. Oh, ja, ja. Deze was van je broer. Ja, dat is het. Nee, nee, nee. Ja, je hebt er eerder in staan, hè? Hier staat dit wel vol, man. Oh, mijn god. Ik sta even van mijn jongens. Ik dacht dat je komen, maar ik weet nog wel wat hij is. Heeft iedereen zo'n grafiek nu? Nee. Nee. Oh, ik heb het volgende weggeklikt. Oké. Het is gewoon min 4 van de afhaling. Oh my god, dat staat er al. Nee, jij zit er gewoon. Ik zag raad. Als ik zo kijk, dan is het gewoon heel erg. Nou wel, hè, iedereen. Dan blijft het wel gewoon binnen. Oké, dames en heren. Wat moet je opschrijven in je schrift of in een toets voortaan? Ja, want dit gaan we niet helemaal opschrijven. Dat hoeft niet. Maar wat moeten we wel opschrijven? Even een ander kleurtje. Dat is het volgende. Deze moet. Die moet. Je mag van mij ook, als je al de functie hebt opgeschreven, is I1 erachter zetten, want dan hoef je het niet nog een keer op te schrijven. Maar je moet wel zeggen wat je in hebt gevoerd. Dat window, dat hoef je niet op te schrijven. Je plaatje moet. Alles wat je plot, en wat we net hebben gedaan, heet plotten. Moet je natekenen.
Er zal vaak in je boek staan plot de grafiek van of schets de grafiek van. Dan krijg ik dit. Die en die. Hier zet je je window erin. Want dan kan ik zien op een toets of je het goede window hebt gebruikt, zodat alles in beeld staat. Ja? Je tekent hem na, natuurlijk met potlood en liniaal. Maar ik zit in een lokaal zonder geodriehoek. Dus ik heb het even uit mijn losse hand gedaan. Ja? Dus potlood en liniaal. De grafiek natuurlijk niet met liniaal. En daar schrijf je bij dat het grafiek I1 is. En bij de meeste is die blauw gekleurd, denk ik. Ja, hè? Maar sommigen hebben de kleuren anders ingesteld. Is het duidelijk wat je op moet schrijven? Ja. I1. I en hij loopt op 10. De X, de I-as. Ja? En de getallen van je window. Je zal het ook zien bij mijn uitwerkingen strakjes. Ik heb ze al gescand en ik moet ze alleen nog even in Teams zetten. En kopiëren. Ja, dus dan weet je dat wat de uitwerkingen er strakjes ook op staan. Oké, hebben we er eens? Want dan ga ik verder met het volgende. Ik wil weten waar de snijpunten met de x-as zit. Bereken de snijpunten met de x-as. Nou, gelukkig kan dat rekenmachientje dat doen voor ons. Fijn, hè? En dan hebben wij de optie nodig, optie 0. Je zal zien dat ik knopjes met de rekenmachine altijd met een rechthoekje eromheen doe, want dan zie je dat het een knopje van de rekenmachine is. Ja, waar staat die? 0, die staat bij second trace. En dan nummertje 2 was het, geloof ik. Second, dat is blauw. Trace, die zit naast grafiek. Second trace. En dan zie je bij nummer 2, zie je 0 staan. Of nulpunt, ja. Als je de Nederlandse versie hebt, staat er nulpunt. Second trace, dus dat is blauw en dan trace. En trace zit naast grafiek. Als je daarop klikt op nummertje 2, of je gaat erop staan en je drukt op enter, dan kom je, als het goed is, terug bij je grafiek. Met een knipperend, ja, ik zeg altijd happetje, maar je cursor is knipperend. En dan staat links beneden left bound. Klopt dat? Dan ga je met je pijltjes toetsen van links naar rechts. Loop je naar de linkerplaats van dit snijpunt. Nou, links, dat is aan die kant. Dit is links. En dan ga je staan met je knipperend happetje. En dan druk je op enter. Dan is de vraag daarna right bound. Klopt, hè? Als je op enter hebt gedrukt, volgens mij komt er ook zo'n hele streep in beeld, hè? Nee, nee. Hij vraagt right bound. Dan ga je met je pijltjes toets rechts staan. Ga je rechts staan. En dan druk je weer op enter. Ik kom zo meteen langs hoor voor de vragen. Ja, ik ga zo meteen toch nog herhalen. Ja? Dan vraagt hij guess. Dan ga je op het snijpunt staan die jij wil. Druk je weer op enter. En als het goed is, heb je dan beneden het antwoord staan. Oh. En dat is min 2 en 0. In de herhaling. Ik ga in de herhaling. Ik ga even in de herhaling. Je gaat naar second trace en je neemt optie 0, nummertje 2. Even niet er doorheen kletsen alsjeblieft. Je drukt op blauw, op trace en
En dan komt er een heel rijtje in beeld. Je gaat naar 0, dat is nummertje 2 als het goed is. Dan kom je terug in je grafiekscherm. Dan staat dames, dan staat er links beneden left bound. Dan ga je met je pijltjes toetsen, links en rechts, ga je wandelen zodat je links van dit snijpunt komt te staan. Dat is links, dus hier. Dan druk je op enter. Dan krijg je als het goed is een streep in beeld. Ja? De left bound is veranderd in de right bound. Dus je gaat met je pijltjes toets naar rechts. Rechts van het nulpunt staan. Druk je op enter. Krijg je ook zo'n streep. Dan zegt hij guess. Dus ga met je pijltjes toets op het snijpunt staan die je wilt. Snijpunt met de X als wel te verstaan. En je drukt op enter. En als het goed is, komt er dan beneden te staan. X is min 2. Y is 0. Daar hebben jullie iets niet goed gedaan. Ik kom langs. Ik heb hem. Waar hebben we het niet gedaan? Ja, even kijken. Zeg niet eens. De 0. Ik ga links staan. Ik ga rechts staan. Ik ga erop staan. Ik ga nog een keer. Ja, dat was dan zijn. Nee, je moet links van het snijpunt. Second trace, nummer 2. Je gaat links van het snijpunt staan. Oh, dat weet je niet. Ja? Rechts. Je gaat rechts van het snijpunt staan. Ja. Als je hebt gevonden dat andere snijpunt met de x-as, doe je op dezelfde manier. Gaat hij ook eens eventjes doen? Ja, toch? Mag ja. Ik even? Ik ga ze vragen, hè? Nee, opgelost. Hé, hey, wat heb jij? Ik Waarom gaat hij zo op klein stapje? Left down, dus ik ga links van het snijpunt. Dan kan ik een klein stapje. Oh, nee. We gaan opnieuw beginnen. Second trace. Wat ga je nou doen? Second trace. Dat doet hij helemaal niet. Second trace. Nummer 2. Let op aan. Ga links van het snijden staan. Een beetje pijltjes goed. Je moet voorbij je snijpen met de x-as staan. Je staat niet voorbij je snijpen met de x-as. Je hebt het nu niet meer zitten in het midden. Ja, maar even opnieuw. Je moet die tweede doen, denk ik, hè? Of niet? Zeg de twee. En ik kijk gewoon naar mijn nummer 2.
Ja? Leftbound. Dan gaan we links van de snijpunt staan. Dan gaan we die snijpunt doen, hè? Het is ook nog een pop van de snijpunt. Staan we links van de snijpunt. Gaan we rechts van de snijpunt. Ja, en ze staat al zo bij iemand vragen. Mag ik je naam? En dan weer en ze. Ja, dat is een persoon. Ja, dat is een persoon. Is het hier gebeurd? Nee. Hé, dames en heren, snappen jullie niet dat je links en rechts van de snijpunt moet gaan staan? Blijkbaar. Kijk nee, voor die anderen. Want sommigen weten het verschil niet tussen links en rechts. Als ik dit snijpunt wil weten, dan ga ik hier staan, ergens. Want dit is links ten opzichte van dat snijpunt. Ja, links en rechts. Ja, dat rechts is ergens hier. Dit is rechts en dit is links. Dan ga je niet hier een dingetje neerzetten en hier, want dan heb je geen snijpunt met de x-as, dan lukt het niet. Is nu het probleem opgelost? Nee. Ik heb het nog kwit. Kwit. Ja, wat schrijven we op bij een toets? Wat schrijven we op bij een toets of in je schrift? Ja, dus kijk weer mee en schrijf het op, hè, zou ik zeggen. Als het goed is, heb je bij die andere gevonden. X is 2, y is 0. Zoals het hier staat, moet je het opschrijven. Dus 0, met een hokje eromheen, hè, dat is je toets. Je schrijft de antwoorden op, moet je opschrijven. Dit hoeft niet. Dit hoeft niet. Maar 0 wel, want dat is de functie die je hebt gebruikt. En hoe je daar komt. Ja? En dan schrijf je nog even het antwoord op. Wat de vraag was, bereken de snijpunten met de x-as. Dat is natuurlijk bereken de coördinaten van de snijpunten. Hè? Dus de snijpunten zijn min 2,0 en 2,0. Ja? Dus je doet eerst wat je allemaal in je rekenmachine hebt gedaan. En dan pas het eindantwoord, het antwoord op de vraag. Ja? Ja, nee, wat je uit je rekenmachine hebt gekregen, moet je eerst opschrijven. En dan je eindantwoord. Is het niet gelukt? Ja, dat is niet gelukt. Ja, dat is niet gelukt. Ja,
Wacht, mevrouw. Wat is er? Ik heb nu een andere, maar hoe doe je dat dan? Iedereen heeft nu volgens mij 2 snijpunten met deze. Jazeker. Ik ga nu coördinaten van de top. Coördinaten van de top gaan we doen. Even plaatsje maken op het bord. Is het een minimum of een maximum in ons geval? Minimum, hè, in ons geval. Dus bereken de coördinaten van het minimum. Dat is de volgende vraag. Hup, hup, hup. En dan heb ik nodig de optie minimum. Heeft iemand hem al gezien ergens? Ja? Second trace minimum. En second trace, net als net. En volgens mij is het nummertje 3 of nummer 4? Is het 4 minimum? Nee, 3. 3. Oké, nummertje 3. Dus bij second trace. En dan is het nummertje. Wat was het? 3 jaar zijn jullie? 4 is maximum. Maar we hebben een minimum. Doe dat eens eventjes. En dan moet je mij weer volgen. En dan moet je mij weer volgen. Ja, zijn we er klaar voor? Als je dit hebt ingetikt, ben je, als het goed is, weer bij je grafiek. En dan vraagt hij leftbound. Ja, hè? Ga links van mijn minimum staan. Dus met het linker pijltjestoetsje ga je links van het minimum staan. Met je happertje. Ja, waarom ik het een happertje noem, weet ik niet. Ik zeg altijd happertje. Hier, hè? Ga je staan. Druk je op enter. Second trace, minimum. Ja. En dan? Heb je op enter gedrukt? Heb je op enter gedrukt? Zegt hij rijbaan. Dus je gaat met je pijltjestoets rechts staan van het minimum. Druk je weer op enter. En dan zegt hij weer guess. Het is net hetzelfde als net, hè. En dan ga je hier staan met je happertje. En volgens mij, als je dan op enter drukt, geeft hij weer het antwoord, hè. Is dat 0,14 toevallig? Ja. Dus het antwoord is 0,14. Jim. Ja, voor mij heeft hij Je rekent sommige, niet alle rekenmachientjes, die doen bij deze een getal en dan min 10 of zo. Wat staat er min? Min 1,44. Tot de macht min 6. Dat betekent dat je 0,6 plaatsen naar links moet. Ik moet wel goed zeggen. Dus dat is een heel klein getal. Dus eigenlijk gewoon 0. Dus dan moet je even goed op letten dat hij soms de 0 even iets anders opschrijft. Oké. Ja? Ik ga ook geen hoofdje. Zelf niet bij. Waarom is het? Waarom ben je zo? Waarom? Leg dan,
Wat schrijf je op bij een toets? Wat schrijf je op? Minimum. Wat schrijf je op? Minimum. Het antwoord. En dus je conclusie. Dit hoeft weer niet, hè? Maar dat heb ik even voor jullie opgeschreven, omdat je weet waar die staat. Ja, mevrouw, ik weet dat nog niet, maar die moet naar links, dit is het minimum. Ja. Bij leftbound ga je links staan. Enter. En dan zegt hij rijband, hè? Dan ga je rechts van het minimum staan. Ja. Guess, ga je erop staan. En dan weer op enter. Kan hij dat niet zeggen, maar eigenlijk moet je gewoon hetzelfde zeggen als bij de allemaal hetzelfde. We gaan naar de laatste, dames en heren. We gaan naar de laatste. Bereken het snijpunt tussen twee grafieken. Ik veeg deze even weg. Bereken is de laatste. Ja. Bereken het snijpunt tussen twee grafieken. Ik heb dus twee grafieken nodig en ik heb er maar één. Dus ik moet er nog eentje bij doen. Je gaat terug naar je invoerscherm. Bij I is, heel goed. Helemaal linksbovenin. I1, daar staat deze. I2, en daar vul je 4 in. I2 is 4. Als je dan naar je grafiek gaat. Dat is een lijn. Ja, dan komt er een rechte lijn bij. En die teken je dan in je eerste grafiek. Je moet hem erbij tekenen. En die komt dan hier. Mag ik tekenen? En dan schrijf je I2 bij. Ja, I2. Bij I2 vul je 4 in. En als je op grafiek drukt, krijg je die. Is bij jullie ook rood, hè, denk ik? Ja, zeker. Ja, een rode lijn, hè, krijg je erbij. Ik zie dat ik twee snijpunten heb. Hierheen en hierheen. Om het snijpunt uit te rekenen, heb ik intersect nodig. Intersect. Hebben jullie hem misschien zien staan? Oh, weet je wat ik nou net vergeten ben? Het maximum. Stel, we hebben een bergparabool en dus een maximum. Zou dat op dezelfde manier gaan toevallig? Gaat op dezelfde manier. Leftbound, rightbound, guess. Ja, dat is niet moeilijk doen. Gaat op dezelfde manier. Maar die intersect, die staat ook bij second trace. Dus ook second trace. En nummertje 5, hè, is het. Nou, druk er maar eens op. En trouwens, de hele uitleg staat ook bij de uitwerking, hoor. Staat er gewoon tussen dit hele verhaal. Ja, dus dan weet je dat. Als je er hier bent. Ja, dames en heren, ik wil verder gaan met intersect. Kom zo bij je. Als je op intersect hebt gedrukt, kom je weer hier terug. Dan vraagt hij als eerste first curve. Druk op enter. Dan springt hij naar second curve. Als het goed is, is je happertje nu naar de andere grafiek gesprongen. Dan druk je weer op enter. Dus je hoeft niks te doen, alleen maar enter, enter. Dan vraagt hij guess. Dan ga je met je happertje naar links of naar rechts. Naar het eerste snijpunt die jij wil weten. Dus dan ga je op het snijpunt staan die je wil weten. Nou, en als je erop staat, dan druk je weer op enter. En dan komt daar, als het goed is, uit. X is 2,828, geloof ik.
En een heleboel getallen erachter. I is natuurlijk 4. Je schrijft het zo op als het geen mooi getal is. Lekker met stippeltjes erachter. Dat het heel lang is. Je hebt nog een snijpunt. En dat gaat op dezelfde manier. Dat ga je nu even doen. Dit andere snijpunt. Gaat op dezelfde manier. Enter, enter. En dan loop je naar het snijpunt die je wil. Ik ging al lopen. Wat is dit? Je moet gewoon welke dichterbij is. Ja, was het nog gelukt? Oké, hier gelukt? Hallo. Ja, gelukt? De raamkant, rij, gelukt? Waarom? Ja? Als je het andere snijpunt hebt uitgerekend, hey, volgens mij komt hier min te staan. Ja, hè? En die andere is wel plus. Hup. Wat heb ik gedaan? I is 4. En dan krijg je nog je eindantwoord. Dus. Ja, nee, ja, het gaat gewoon. Min 2,84. En 2,84. Zo is dat? Dat is je antwoord op de vraag. Dit is wat je uit de rekenmachine hebt gekregen. En dit is het antwoord. Ja, oké. Ja? Ja, ik moet weer coördinaten ertussen zetten, hè? Bereken de coördinaten van het snijpunt. Ja. Wat is het? Ik bedoel dat bij mij 2,878 is en niet rood. Rood. En dan enter en dan weer die enter en dan zeg maar. Enter. Enter. Ja, was er niet klaar? Ja, 3 keer. Enter, enter. En dan wij was op het snijden gestaan hierin. Ja. Dat wat? Ja, maar je bent zo nog niet echt. Ja, wat ik heb de beter zien. Je hebt toch 2,8. Ja, kijk jij toch, dan gaan ze niet. Ja? Eerst dan.